Ons lichaam bestaat voor ongeveer 60% uit water, maar dat betekent niet dat we elke dag 60% van ons lichaamgewicht aan water moeten drinken. De meeste experts raden aan om ongeveer 2 liter per dag te drinken, maar dat is een algemene richtlijn. We zijn allemaal uniek, dus het verschilt per persoon. De hoeveelheid water die we drinken hangt af van meerdere factoren: leefstijl, lengte, lichaamsgewicht, het klimaat waarin je leeft, hoeveel je beweegt op een dag. Water is een levenselixer en een sleutel tot een betere gezondheid vanwege het vermogen om een positieve invloed te hebben op meerdere gebieden van onze fysiologie. In een volgende video geef ik voorbeelden van de voordelen van het drinken van water. Tot ziens! De vorige keer heb ik het in het algemeen gehad over waarom we voldoende water moeten drinken. Vandaag geef ik drie voorbeelden. Wat de voordelen hiervan zijn. Energieniveaus. Probeer te bezuinigen op jouw dagelijkse waterinname en je merkt wat er met jouw energieniveaus gebeurt. Ze zullen dalen. Zelfs een beetje uitdroging resulteert in een merkbaar verschil in trainingsprestaties. Hersenfunctie. Gehydrateerd blijven is niet alleen een slimme beslissing. Het kan je zelfs slimmer maken. Water is essentieel om de voedingsstoffen aan de hersenen te leveren. En als je er veel van drinkt, is er een betere uitwisseling tussen voedingsstoffen en gifstoffen, waardoor je meer concentratie en mentale alertheid hebt. Je metabolisme. Het calorieverbrandingsproces heeft water nodig om te werken. Het drinken van water helpt je metabolisme te stimuleren, je lichaam te reinigen van afvalstoffen en het werkt als een eetlustremmer. Ook helpt het drinken van water. Jouw lichaam om te stoppen met het vasthouden van water, waardoor je die extra kilo's watergewicht verliest. De volgende keer geef ik nog drie voorbeelden. Tot dan.